uit het bekende vak Q in het Diepman naar het naastgelegen vak P. Deze verhuizing markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse voetbalsupporters. Vak P groeide uit tot een begrip en stichtte in 1991 een officiële supportersvereniging met een eigen onderkomen. Vak P staat bekend om haar onvoorwaardelijke steun en loyaliteit aan de club, maar ook om haar kritische houding ten opzichte van alles en iedereen die de club negatief benadert. De media, de KNVB, de UEFA, trainers, spelers, managers en natuurlijk de supportersgroepen van andere clubs hebben op een of andere manier kennis gemaakt met vak P. De afgelopen 25 jaren kennen vele hoogte- en dieptepunten. De moord op Erik Lasje, de afspraak in Assen, de talloze stripteases, de verboden wedstrijd tegen Feyenoord, de grootste sfeeracties van Nederland, de onterechte stadionverboden, 32.000 tukkers on tour in 2001 en met als hoogtepunt het landkampioenschap in 2010. Hashcoke en pillen, zo gaan we zondags op pad en dat alweer 25 jaar. Waterhuis op het laatste moment fit genoeg blijkbaar om de finale te kunnen spelen. Geen goal hoeven incasseren tijdens de reguliere speeltijd. Geen goal hoeven incasseren tijdens de verlenging. Kan nu de beslissing brengen in de Kuip in Rotterdam. Scoort hij? Hij scoort niet! Boskut stopt! En na vijf genomen penalty's door Twente en PSV wist Waterhuis. En staat de stand op 3-3. De teller moet ik zeggen op 3-3. En nu is het om en om. Hala, Bayern München en Valencia. Daar werd het beslist bij de zevende strafschoppenronde. Nu pas zijn we aanbeland bij ronde nummer 6. De man die je mag gaan nemen voor Twente is Hulshoff. Dennis Hulshoff, rechtervleugelverdediger. Die had nooit gedacht of gehoopt dat hij nog in de beurt zou komen. Maar hij staat klaar voor penalty nummer 6 van FC Twente. Waterhuis stopt twee penalties, is de held van PSV. En mist dan zelf voor de zevende strafschop de mogelijkheid om PSV te kunnen verzorgen. Nu overhoopt met Hulshoff. Maar die schiet hem erin. Nu komt de druk opeens bij PSV te liggen. Wat mist PSV nu? Dan wint Twente deze Amstel Cup. Ongelooflijk zeg. Wat een apotheose. Kolka. Ook hij een invaller. Ja. Het zal hier maar gebeuren. Jonas Kolka. Pim stuitend de bal richting de penalty stip. Op de zesde strafschop van PSV gaan nemen. Scoort hij, is het 4-4. En vanochtend scoort hij niet. Wint Twente de beker. De aanloop van Kolka. Hij wacht even. Ja! Twente wint de beker. Twente wint de beker van PSV. En het is de hoop van het Bosker die de penalty stopt. En in ieder geval onder de betolken spelersgroep van FC Twente. Als het daar komt. Twente wint de beker finale van PSV. Omdat Bosker de penalty stopt van Jonas Kolka. Prachtig moment voor de doelman van Twente. En Eenschede en omgeving kan zich gaan opmaken voor een enorm voetbalfeest.
tournament of tyrants. Overtreding nu van Janko op Vertong. The righteous shall dwell in the land forever. Janko van Vertong. Andersom. The patient, the kind. Hij leek te worden geraakt. Patient and gentle with one another. That's the most important attribute of God. Janko heeft de vrije trap. Apart genoeg. En indraaiend van Jansen. Is dit een gevaarlijke plek? Surrender patient and gentle with one another. Publiek achter het doel van Vermeer. Righteous shall dwell in the land forever. Hoopt op hem onder andere op Douglas. Peres goed via Stoch. Stoch kan weinig anders doen dan de bal in één keer doortikken. En hoopt dat hij bij Cuvot terechtkomt. Nou, daar wel ergens in de buurt. Maar dan is het De Vrij die hem bij Hofland weet te krijgen. En zo mag dan Feyenoord weer gaan bouwen. Via Leroy Ver, Zoetermeer, 20 jaar. Speelt hij de bal aan Brama? Nee, vooralsnog nog niet. El Amadi, Dernstede, speelt hij Manu Deen. Nee, dat lukt dan niet. Dan is het uiteindelijk weer een ander over die tussen zit. En dan een Costa Rica die ermee weg kan. En die heet Brian Gonzalez Ruiz. Die brengt Cuvot in stelling in de 16 meter.
Ronnie Stam gaat nu die bal voorzetten of naar Perez geven. Perez gaat eromheen. Perez. Ja, wat een kans voor Kenneth Perez. Die zichzelf op een schitterende manier vrij speelt. Maar die bal niet in de goal weet te krijgen. Een flinke botsing ook tussen Jansen en Pierre. Jansen lag al op de grond. Jansen wat haar inzetten. Ik ben niet overklemd door Jansen te maken, heeft, maar het is PR die met de rood van het veld wordt gestuurd. PR wordt van het veld gestuurd door scheidsrechter Blom. Ja, je kunt het aan de reactie van Jansen wel zien, zowel nu. Ruiz kapot! Ruiz! Ja! Tindalli en Stoch. Stoch krijgt de bal aan de linkerkant. Gaat die bal voorkomen of niet? Stoch, ik voel dat er iets gaat gebeuren. Middelsman Stoch.